Ja, ik dacht van moeten we dat de tweakers aandoen, hè? Nog een cloud sessie. Ja. Want je kunt er namelijk geen schroevendraaier in steken. Maar gelukkig hebben we dan ook weer public cloud. Hè, daar kan het weer wel. Ik hoop toch een beetje op een losse, grappige manier nog dit af te sluiten. En ook een beetje op snelheid, want heel veel tijd hebben we niet. Er is een interactief stuk aan het eind. Dus ik zou zeggen, hou de vragen heel even voor je, terwijl we hier even doorheen racen. En dan pakken we daarna het interactieve stuk en het vragenstuk. Cloud of onweer. Nou ja, hoe je het ook went of keert, het draait allemaal om de applicaties. Uiteindelijk wil je applicaties draaien. Dat is eigenlijk all that matters. Maar bij die applicaties zie je eigenlijk twee ontwikkelingen. De eerste is eigenlijk snelheid. Of zoals ze zo mooi in het Engels zeggen, agility. Waarvan ik eigenlijk niet weet wat het in het Nederlands betekent. Maar het is iets van wendbaarheid of slagkracht. Of in ieder geval de snelheid waarmee je dingen van een idee tot een product kan brengen. Hoe sneller je gaat, hoe efficiënter je bent, hoe succesvoller je zult zijn als bedrijf. De tweede is eigenlijk over schaalbaarheid. Hoe snel kun je groot worden? Nou, prachtig voorbeeld. Als je het wil doen, ja, Pokémon Go. Mensen denken, spelletje, iemand die het speelt? Iemand die het toe wil geven ook nog, prima. Maar zij gingen wel van 0 naar Twitter in een week. Moet je je voorstellen, ze begonnen met niks. Binnen 1 week waren ze even groot als Twitter en daarna alleen maar groter. Nou, als je daar zit in je datacentertje met je applicatieserver en je database-servertje en je denkt van, gaat het niet helemaal worden. Dus hoe doe je dat? Nou, zoals Google het zegt, er zijn eigenlijk twee manieren om dat te doen. Oftewel, je gaat je organisatie veranderen om dat soort dingen mogelijk te maken. Of je gaat je organisatie veranderen om dat soort dingen mogelijk te maken. Er is geen weg terug. Je moet snel, je moet schakelen, je moet anders worden. Grappig wat ouder voorbeeld is Uber. In Amerika is er nu daadwerkelijk een gezegde waarvan ze zeggen van getting Ubered. Is daadwerkelijk een gezegde geworden. Dus een bedrijf kan daadwerkelijk een ander bedrijf uberen of geuberd worden. Ja, dus als je als bedrijf door hebt van, ik kan heel snel dingen ontwikkelen, ik kan heel snel groeien, heel snel slimme dingen bouwen, dan uber je misschien wel je competitie. Ja. En als je dat niet doet, dan kom je op dit lijstje. Dit zijn allemaal bedrijven die ooit groot waren en ergens de bal gemist hebben. Of niet konden veranderen, niet wilden veranderen. Oude technologie vasthielden terwijl er al wat nieuws was. En dan verdwijn je gewoon. En ik ben oud genoeg om ze allemaal te kennen. Dat is misschien nog wat ergste. Het komt eigenlijk neer op verschillende manieren hoe je een applicatie bouwt. En je kunt het hebben over monolithische applicaties of client-server model. Klassieke applicaties, zijn meerdere termen voor. En aan de andere kant hebben we dan eigenlijk de nieuwe manier om applicaties te bouwen. En dat noemen we cloud native. Om een beetje op een grappige wijze te vergelijken van wanneer is een applicatie nou de een of wanneer is een applicatie nou de ander, had ik zoiets van laten we monolithen en cloud natives nou eens vergelijken door kittens of kuikens. Dus ik ga proberen duidelijk te maken waarom een monolithische applicatie meer als kittens is, terwijl een cloud native applicatie meer als kuikentjes is. Om te beginnen, en dat is vooral leuk in een tweakersgezelschap denk ik, hebben je VM's unieke namen. En dat is dan meestal iets uit deze series. Ja, dan zie je altijd mensen aanstoten van, hey, die gebruiken wij. Oftewel, bijna iedereen heeft wel ergens een Neptune server staan, wat de applicatieserver is voor een of andere zeer belangrijke applicatie. Als je dat hebt, dan is dat absoluut een kitten. Want als je een kitten thuis hebt lopen, heeft je die ook een unieke naam gegeven. Het is niet een ding wat je gewoon even hebt neergegooid. Nee, het is een family member. Daarop doorbordurend, wat gebeurt er als je kat ziek wordt? Ja, dan ga je geld uitgeven bij de dierenarts om hem maar beter te krijgen. Hetzelfde eigenlijk met een virtuele machine. De Neptune server is niet iets wat even neergegooid is. Nee, niemand weet hoe het ding precies in elkaar zit. Want hij is in een aantal jaren is hij getweakt, getuned, geüpgraded, toen weer getuned. En vandaag doet hij het niet meer zoals gisteren. Ja, dan wordt er een heel leger aan SQL-experts of applicatie-experts opengetrokken om het ding maar te fixen, want zomaar domweg vervangen is er niet bij. Nou, dat is typisch voor kittens. Nog een stapje erger. Als deze VM doodgaat, hebben we een groot probleem. En iedereen zit nu op dat plaatje te wachten. Kom op, dat plaatje.
dan is het absoluut een kitten. Waarbij wel een pro-tip is, ga niet googlen naar dead cat. Het is niet mooi, gewoon. Deze kon nog net. Nu schakelen we naar kuikentjes. Ja, als instances geen naam hebben. Oftewel zoiets. Weet je, als je een applicatieserver hebt die Neptune heet, heeft het geen zin om hem te renamen naar dit. Weet je, dat helpt niet. Maar als je dit ziet, dan heb je zoiets van, ja, dit is geïnstantieerd uit iets wat standaard is. Er is niet aan getweakt en getuned, het is gewoon gebouwd. Het is er gewoon. En er zijn in dit geval 3 instances van. Dus dan heb je het waarschijnlijk over een kuikentjesapplicatie. Op het moment dat je zegt van, mijn app doet een scale-out met 1 klik. Dan heb ik het niet over een webfarm, maar ik heb het over een applicatie. De hele applicatie. Nou ja, met 1 klik. Ja, als ik al 3 instances had, hoe moeilijk is het dan om er meer te maken? Ja, dat is typisch voor, een cloud native. Oftewel een kuikentjesomgeving. En als laatste, een zieke instance simpelweg vervangen. Ja, als je ze zo makkelijk kunt uitschalen, dan kun je ze dus ook heel makkelijk vervangen. Waarom zou je nog gaan fixen? Je draait hem gewoon zijn nek op. Je KFC't de workload, zeg maar, en je schiet een nieuwe uit. Dus dan zijn het ook kuikentjes. Nou, als je die twee werelden nu vergelijkt, dan is de nieuwe wereld, in de nieuwe wereld ziet je applicatielandschap er ongeveer zo uit. Het is een hele grote schuur, helemaal vol met kuikentjes, maar geen enkel kuikentje heeft een naam. Per individueel kuikentje, no one cares. Weet je, als er een ziek wordt, verdwijnt hij, niemand ziet het niet eens, want ja, er wordt gewoon een nieuwe ingegooid. En dan werkt het weer. Vergelijk dat eens een keertje met dit. De kitten die je dochter gaf voor de verjaardag. Als daar iets mee gebeurt, dan ben je 2 maanden in rouw, zeg maar. En zelfs als je hem vervangt, wordt het nooit meer dezelfde kitten. Nou, dat verhaal. Dus dat is een heel groot verschil. De vraag is nu, hoe zie je het nu terug in de applicatie? Hoe ziet de applicatiearchitectuur er dan uit? Nou ja, we hebben 2 architecturen. Aan de ene kant de boze monoliet, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant hebben we dan dat cloud native ding. Nou, de architectuur van klassieke applicaties is eigenlijk, ja, die we allemaal wel kennen. 3-tier applicatie. Aan de bovenkant heb je de webservers, applicatieserver, database server. Die daar in dat groene veld staat, dat is dus de Neptune server, zeg maar. En het is heel breekbaar. Want als één zo'n stukje in deze hele puzzel breekt, dan breekt alles. Nou, dat is de reden dat we storage arrays hebben gemaakt en servers die eigenlijk nooit stuk gaan. Omdat als dit zo breekbaar is, kunnen we beter zorgen dat je infrastructuur nooit stuk gaat. Cloud native applicaties zitten heel anders in elkaar. Dan zoomen we even in op het applicatiegedeelte. Daar zie je eigenlijk dat één applicatie in logische stukken uit elkaar getrokken wordt. Dat noemen we dan microservices. En elke microservice is eigenlijk per definitie op een scale-out manier gebouwd. Er zijn dus meerdere instances die allemaal hetzelfde doen, met load balancers erachter. Als je hier de groene laag verliest, dan heb je een probleem. Ja, dan is je kitten dood en dan, dan heb je een probleem. Verlies je hier de groene laag, dan zie je wel dat er instances van de microservices verdwijnen. Maar de microservice zelf blijft online. Hij heeft alleen minder instances. Ofwel het systeem kan gewoon oppakken van, hey, ik heb te weinig instances. Laat ik er een paar meer uitschieten op infrastructuur die nog wel werkt. Of de overgebleven instances krijgen het zo druk dat het systeem het oppakt en zegt, hey, deze krijgen het heel druk. Laat ik er meer van maken. En dat is de manier hoe Twitter dus in een week eigenlijk zo groot werd. Omdat alles scale-out is. Er is geen bottleneck in het geheel. En dan kom je natuurlijk bij dit. Als een workload niet in de cloud geboren is, dan moet je hem er waarschijnlijk ook niet plaatsen. En een hele leuke Dilbert die eronder deed, is dan deze. Ja, zegt de baas, waarom kon je dat niet eventjes doen? Ja, ik mocht het niet herbouwen. Nou, 2 mooie steekwoorden. Containers en Kubernetes. Nou, dat is wel, als je het hebt over cloud native applicaties, dan heeft iedereen het eerst over containers en daarna heeft iedereen het over Kubernetes. De vraag is, wat is nou eigenlijk precies een container? Wat is het verschil tussen een VM en een container? De smaak. De smaak. Oké, die moet ik nog een keer proberen. Server likken. Ten eerste heb je natuurlijk VM's, ja, die kennen we eigenlijk wel. Je hebt een server, daarbovenop draait een host operating system met een hypervisor.
Nou ja, ik ben dan meer van de VMware kant, dus dan zeg ik van, nou, hoezo host operating system? We hebben gewoon een hypervisor. En daarbovenop draaien dus virtuele machines. Het plan was helemaal briljant. Ze hebben allemaal hun eigen operating system, hun eigen applicaties, geïsoleerd van elkaar binnen één stuk hardware. Perfect. Alleen ja, vrij groot. Is dat een probleem? Voor de Neptune server niet. Maar verzin is, nu ga ik omzetten naar een cloud native applicatie. Dan krijg ik misschien wel 10 instances van 10 microservices. Dat zijn 100 VM's. Dus dan heb ik voor één applicatie ineens 100 operating systems om op te slaan, te booten, te onderhouden, te patchen, misschien wel licenties over te betalen. En toen gingen ze denken van, misschien moeten we die antieke technologie die we vroeger containers noemden, van 20 jaar terug, weer eens nieuw leven inblazen. En zeggen ze van, nou, laten we gewoon op de infrastructuur gewoon containers plaatsen. Ja, wat zit er in een container? Ja, geen operating system. Dus het operating system, dat is eigenlijk algemeen. En daarbovenop zit de container. En de container bevat eigenlijk alleen maar de applicatie en de spullen waar die van afhankelijk is. Ja, en dan zie je dit officieel, hè? Infrastructure, operating system, container engine. Nou, ik zeg altijd van, zet er alsjeblieft een hypervisor onder. Er zijn 4 miljoen redenen die heel erg lang duren. De snelste reden is, Google doet het ook. Wat wel grappig is dat ze zeggen bij containers, zeggen ze zijn stateless. Wat is stateless? Ja, stateless is dat als je een Kiev ziet, zeg maar, en een nieuwe voorop schiet, dat er eigenlijk niks verloren gaat. Maar ja, kijken we dan eventjes naar de wereld om me heen, dan denk ik aan de allersaaiste applicatie die je kent. En dat moet toch wel Notepad zijn. Nou heeft Notepad zo'n vinkje daar, met WordWrap. En grappig, als ik hem afsluit en weer opstart, dan staat dat vinkje daar nog steeds. Dat vinkje dus. Dus de meest saaie applicatie die je kent, is Stateful. Die slaat ergens een data op. Dus iedereen die spullen in containers begint te gooien, die heeft zoiets van, ja, we moeten daar toch iets mee. We moeten toch iets van persistent storage in een container zien te krijgen. Nou, dat is handig. Wij hebben heel veel storage oplossingen. En we hebben ondertussen ook heel erg veel Kubernetes oplossingen. Dus we hadden zoiets van, nou, we moeten iets aan elkaar gaan lijmen daarin. Hè, in Kubernetes heb je iets wat we noemen pods. En een pod is een soort van een container, maar het kan er ook weer meerdere zijn. Nou, lang verhaal kort. Dat zijn je container workloads daarboven. Daaronder hebben we een aantal Dell EMC storage producten. Dat was iets van, ja, die moeten aan elkaar. Dan heeft Kubernetes iets heel moois bedacht. En dat noemen we de CSI drivers. En een CSI is een hele algemene term om eigenlijk storage arrays te laten praten met het Kubernetes platform. We hebben daar dus drivers voor geschreven. VMware maakt zijn CSI driver voor vSphere. Wij maken hem voor storage arrays. Allemaal open source, available op GitHub. En ja, daarmee koppelen we dus persistent storage Kubernetes in. Maar goed, dit was allemaal nog het schroevendraaien gedeelte. Hè? Dat was private cloud, zeg maar. Maar ja, je hoort natuurlijk 100.000 verhalen over public cloud. Dus ja, als we dat nou eens gaan belichten. CSI, dat is crime scene investigation? Yes, voor jou wel. Container storage interface. Ja, public cloud. Dus, vraag is, waarom gaan bedrijven eigenlijk public cloud in? Sommige redenen zijn heel goed, andere wat minder. Een hele goede bijvoorbeeld kan zijn disaster recovery. He, je kunt je spullen de cloud in transporteren, daar heel weinig afnemen en dat staat een beetje te slapen daar. En als je echt een probleem hebt, kun je heel snel opschalen en je workloads daar gaan draaien. Hoe je dan teruggaat is weer een ander verhaal, maar het kan wel een use case zijn. Een tweede is heel vaak, onze IT kan niet leveren wat ik nodig heb. Je gaat naar IT en je zegt, ik heb graag een Kubernetes platform nodig. En IT zegt, nee, staat niet in de lijst, doei. Ja, wat doe je dan? Ja, dan ga je naar Amazon. Ja, dan pak je je creditcard en binnen 5 minuten ben je op weg. Dat is natuurlijk ook een van de grote redenen waarvoor mensen erheen gaan. Of dat mag en of dat slim is, dat is een tweede. Maar het gebeurt wel. Nou, samenhangend met, er zijn zo verschrikkelijk veel services. Amazon maakt ook alles op de cloud-native manier. En die hebben zoveel microservice instances dat ze elke seconde een stukje nieuwe code in productie brengen. Nou, dat zijn dus heel veel services die je dus kunt krijgen. Dus ja, er zijn hele coole services bij. En als laatste, de minder goede redenen. We gaan ervoor. De unicorn van oogkleppen op en we gaan naar public cloud. Waarom? Omdat het cool is. Omdat iedereen het doet. Dat is dan een wat minder goede reden, maar zien we ook gewoon gebeuren. Bedenkingen bij cloud, ja, die kun je ook hebben. Is het wel kosteneffectief? En kost is iets wat je heel vaak voorbij zult zien komen.
wil en mag ik mijn data wel in public cloud hebben staan? Ja, die werknemer die gefrustreerd zijn creditcard pakte om in Amazon verder te gaan. Prima, hij kan doen wat hij wil, maar mag hij het wel? Data gravity, ook al even voorbij gekomen. Als je heel veel data hebt, trekt dat over het algemeen nog meer data aan. En uiteindelijk wordt het zo'n blob dat het ook dure services begint aan te trekken. Dus als je al je data in de cloud zet, moet je erop voorbereid zijn dat je al je analytics op die data bijvoorbeeld ook in die cloud zou moeten gaan doen. En als laatste, ja, performance en SLA's, zijn die hoog genoeg? He, vooral als je zegt van ik heb een niet cloud native applicatie en die ga ik botweg de cloud ingooien, gaat het wel functioneren. En zo zien we dus ook bedrijven die de cloud weer uitgaan. En hier komt dus een stukje onweer vandaan. Kosten zijn soms een factor 4. Dus als je heel snel, he, als jouw werkgever zo'n unicorn is die zegt van wij willen alles in public cloud hebben, dan zeg ik oké, dan neem je een VMware on AWS account. Je vMotion't al je workloads erheen en dan wacht je op de rekening. Dat is een hele simpele manier om duidelijk te maken dat het best wel prijzig kan zijn. Ja, dat is niet de goede manier om het te doen. Vaak zie je dat de performance onvoldoende is. Vaak worden er ook geen SLA's geleverd vanuit de cloud provider die het hebben over latency, bijvoorbeeld. En als laatste, ja, beschikbaarheid te laag. Is echt iets voor als je niet cloud-native bezig bent. He, cloud-native met al zijn instances, die kan over het algemeen, de applicatie vangt de fouten wel op van de infrastructuur. Dat is niet zo in de oude wereld. Goed, een heel leuk voorbeeld over als je het hebt over kosten en public cloud, was een hele coole start-up in Nederland, die zegt wij gaan smart home automation doen. We rekenen €40 per maand, dan krijgen mensen een volledig prachtig smart home. We draaien alles in Amazon. En toen kregen ze dit soort mensen. Ja, de hele dag de knopjes aan en uit. En elke keer als je het knopje aan en uit doet, komt er een heel klein beetje kosten Amazon binnen. Dus wat rekende Amazon? €70 per huishouden. En toen keken ze uit over die nieuwe huizen die allemaal gebouwd werden. Die hadden zoiets van, wij gaan heel veel geld verliezen. Ja, dus die, als het sodemieter, hebben ze alles geprobeerd om uit Amazon te trekken. Maar dan komt het volgende probleem. Over het algemeen, public clouds zijn een beetje als dit. Ja? Je kunt wel uitchecken, maar zo makkelijk weggaan, dat is er vaak niet bij. Anders gezegd, public clouds zijn de nieuwe mainframes. Ja? Vroeger was mainframe het enige ding waar het op kan. Hè? Dat kwam er net ook al even voorbij. Een cloud is eigenlijk gewoon de moderne vorm van een mainframe. Maar dat is eigenlijk wel wat het is. Dus wij hebben zoiets van, ja, eigenlijk kun je het beste een cloud beginnen vanuit je eigen datacenter. En daar gooi je dan een stuk hardware neer. Nou, in dit geval VxRail, hyperconverged infrastructuur. Ik zal dadelijk uitleggen waarom dat zo handig is. Maar het feit is dat je daar eigenlijk van alles op kunt gooien. Of je nu IaaS workloads hebt, of KaaS, PaaS platform workloads. Hè, dus de cloud native versies. Of zelfs VDI, of dat je zegt van ik heb heavy multi-tenant IaaS. Hè, dus de echte providers die duizenden klanten hebben met een paar VM'tjes. Het kan eigenlijk allemaal op dezelfde infrastructuur landen. En waarom is dat nou zo handig? Nou, omdat je zoveel aandacht aan de cloud moet besteden, dat je eigenlijk geen aandacht wil besteden aan de hardware die eronder draait. He, zoals ik altijd zeg, ik wil eigenlijk maar twee knoppen op infrastructuur zien. De ene is scale-out. Als ik er meer van koop, moet het groeien in alle facetten. En ik wil een knop hebben om een ding te upgraden. En meer wil ik er eigenlijk niet van zien. Ja, we noemen dat tegenwoordig wel invisible infrastructure. Hoe onzichtbaarder het is, hoe handiger het is. Ja, en wij zeggen dan, we beginnen vanuit het datacenter, dus vanuit een private cloud gaan we eigenlijk naar boven. Het grappige is dat alle public cloud providers eigenlijk hetzelfde hebben bedacht, hè, dat hybride wel de toekomst is. Het is er net al even voorbij gekomen. Je ziet dat ze allemaal eigenlijk vanaf hun cloud allemaal een private vorm hebben of gaan hebben. Het grappige is, VMware doet hetzelfde, maar dan omgekeerd. Dus die gaat juist omhoog. Ja, VMware is begonnen in private cloud en begint nu eigenlijk overal zijn spullen uit te rollen in public clouds. Zodat je eigenlijk, de multicloud wordt eigenlijk een meer koppige hybrid cloud. Ja, en hoe doen ze dat dan? Ja, vroeger kon je eigenlijk public cloud zien als dit. Elke public cloud is een unieke losse cel met zijn mooie dingen en zijn lelijke dingen. Zijn eigen interface, zijn eigen manier van werken. Wat VMware eigenlijk heeft gedaan, die zegt van nou laten we dat nou eens splitsen. In een native stukje, hè, dat is er natuurlijk al, maar we gaan ook een stukje van VMware voorzien. En daarmee, vooral in de oude wereld, hè, draait de meeste enterprises draaien hun spullen op VMware, wordt het pad naar een
hybrid cloud dus eigenlijk veel makkelijker, omdat de hypervisor hetzelfde is. Een heel leuk tooltje wat VMware heeft om public clouds eigenlijk samen te voegen, is deze, VMware Cloud Health. Ik ga er even wat sneller overheen, maar als je ooit een rekening hebt gezien van Amazon of Azure, dan weet je, dat is niet echt te begrijpen. Nou, wat zij doen is, ze trekken het helemaal uit elkaar en zeggen van, dit zijn je kosten, zoveel zit hierin. Nog veel leuker, zij kijken naar al je VM's die je daar hebt draaien. Als ze zeggen van, goh, deze zijn te groot. Als je ze nou kleiner zou maken, hè, dan zou je dit kunnen besparen. En dat is iets wat ze eigenlijk ja, puur autonoom gewoon uit jouw omgeving kunnen spugen. De meest belangrijke natuurlijk is dat die hypervisor overal en nergens te vinden is. Als je kijkt naar het totaalplaatje, dan hebben we links hebben we VMware vSphere. Dat is dus eigenlijk je on-premise omgeving. Aan de rechterkant hebben we ja, de grote public cloud providers. En wat je dus ziet, zoals ik al zei, ze hebben allemaal een manier om langzaamaan het private data center in te komen. Maar over het algemeen zijn ze op zich weer een silo. En blijven ze dat ook. VMware gaat de andere kant op. Ja, dus die legt eigenlijk via VMware Managed Cloud, legt die op al zijn clouds een stukje VMware. Want ja, helaas maar waar. Als je een virtuele machine hebt en die wil je makkelijk en naadloos verplaatsen, moet je natuurlijk eerst het netwerk regelen. Dat is wel handig. Maar daarna zul je ook moeten zeggen, ja, hoe gelijker mijn omgeving is, hoe makkelijker ik heen en weer kan schuiven. Dus een VMware Hypervisor is handig. Op het moment dat je nog een niveautje hoger gaat, zeg maar, en je hebt het over de kaas en de paas platformen, dan is het een ander verhaal. Cache storage is ook wel grappig. Je hebt natuurlijk in je private data center een stukje storage liggen. Wat nou als je je storage wel richting de cloud wil verplaatsen, maar er niet in wil plaatsen? Nou, ook daar hebben we een oplossing voor. Dat heet Faction. En met Faction kunnen wij on-prem storage repliceren naar, ja, ik zeg het altijd maar, een schuurtje wat tegen een groot public cloud datacenter aangebouwd zit. Zodat je binnen een milliseconde latency van een public cloud provider gaat komen met je data. Heel handig, want je hebt het er wel tegenaan zitten, maar je hebt het er niet daadwerkelijk in zitten. En als laatste, als je zegt van ja, ik zit eigenlijk meer in de cloud native wereld. Ook daar hebben we een oplossing voor in de vorm van Pivotal Cloud Foundry. En daar doen we op soortgelijke wijze eigenlijk via het Pivotal Cloud Operating System, wat ook wel codename Bosch heeft. Daarmee kunnen we dus eigenlijk op al die platformen via een cloud provider interface, kunnen we er eigenlijk aan de zuidkant verschillende connecties in verschillende clouds maken. En aan de noordkant heb je eigenlijk altijd een standaard interface. Dat kan voor container as a service of platform of function as a service zijn.